Met een groot standbeeld voor de onmisbare beroepen voerde FNV Zorg en Welzijn actie bij het LUMC vandaag. De cao-onderhandelingen gaan volgens de vakbond niet goed. Nou, wij willen als vakbonden 5% voor al het zorgpersoneel. Dus onder andere ook de UMC's en de ziekenhuizen. En op dit moment bieden de werkgevers 0%. En dat is tegen het zere been van onder andere verpleegkundigen. Zeker na meer dan een jaar coronazorg. Ik ben zo loyaal als de pest eigenlijk aan het ziekenhuis al jarenlang. En dan voelt dit gewoon hard als er gewoon niks komt. De bonden en de ziekenhuizen kijken of ze binnenkort weer met elkaar om tafel kunnen gaan. Er zijn nog geen plannen voor harde acties.